Leef je maar 10. Abonneer. Yo, kijkers, mijn naam is Levi en welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik een pingwing in elkaar knutselen. Dus zeg maar, we hebben net alle materialen bij elkaar gepakt. Dit wordt de live. En dit is een ei. Een eitje hoort erbij. Uit een ei word je geboren, met je neus van voren. Met die ei, die doen we gewoon tussen de poten, want dit worden namelijk de poten. Wauw! En dan hebben we hier de vleugels. En dan hebben wij hier de snavel. En de ogen moeten we nog allemaal optekenen, maar dat komt later nog. Maar dat gaan we in deze video doen. Stel je hebt er zin in, vergeet om zich niet te liken, te abonneren en op het belletje te klikken blijven de hoogte. Want al mijn video's is natuurlijk net zo leuk. Hadden we allemaal hieronder in de video doen. Nou, je zou denken van waar ben je nu? Ik ben bij mijn opa. Want mijn opa die heeft zijn eigen atelier, want hij is namelijk een kunstenaar. Stel je bent benieuwd naar zijn kunst, check dan zeker eventjes de site peterverboom.nl. Maar goed, dan gaan we nu de pingwing in elkaar knutselen. Let's go! Oké, jongens, mijn opa gaat eventjes lijmen, want hij bent natuurlijk heel goed op het werk. Dus we doen het gewoon samen. Af en toe gaat mijn opa wat doen en af en toe ga ik wat doen. Dus ja, vandaar dat we beide gaan doen. Dus ja, nu gaat opa eventjes het erop lijmen. Zodat het hoofd en het lijf aan elkaar vastzitten. Natuurlijk net zo handig. Oké, zoals jullie zien zitten nu aan elkaar en dan moet het nu eventjes drogen. A few moments later. Tijdens dat dit aan het drogen is, kunnen we alvast even de snavel erop doen. Ik heb er net wat lijm op gedaan, zoals jullie zien. En die plakken we dan erop. Ik denk, even goed kijken. Ik denk dat ik hem hier ergens op plak. Ik kan die erop iets goed aandrukken. Nou, nu zit de snavel er ook dus weer op. Oké, de hoofd en de snavel zitten eraan. Nice. Dus dan is dat gelukt. Maar nu gaan we eventjes de poten, deze. Ik ga hem eventjes aan de onderkant eraan doen, dus ja, laten we dat maar eventjes gaan doen. Let's go! We moeten nu eventjes drogen, dus dan zie ik jullie weer straks. Tot zo! Zoals jullie zien zitten de poten er nu ook onder. We kunnen nu eventjes gaan verven, dus ja, dan gaan we het lekker even doen. Nou, we gaan nu verven. Eerst doen we de witte verf, want we gaan namelijk hier aan de voorkant en de twee zijkanten gaan we het allemaal wit verven. De achterkant niet, maar alleen de voorkant en die twee zijkanten. Dus laten we nu met verf erop gaan doen. Let's go. Top, het verf zit erop. Wat ik altijd van mijn opa heb geleerd, is je moet altijd aan één kant moet je gaan schilderen. Je moet niet zo weer en dan die kant weer. Je moet één richting moet je gaan schilderen. Dus je moet niet dit doen en dan dit doen. Maar je moet in één kant. Dus hoe ik het nu doe, zo moet je het doen. Dan kan ik nu het zwarte erop doen. Dit moet helemaal zwart. Dit. En hierbovenop moet zwart. En een deel van de snavel moet zwart. Dus laten we dat maar gaan doen. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you.
En dan kunnen we nu de snavel en de poten oranje maken. De snavel is nu oranje, dus dan kan ik nu de poten oranje maken. Dus let's go! Ik heb goed nieuws, de pinguïn is klaar. Woo! Je ziet hier ook, als ik hem voorzichtig optil, want de ei plakt nog niet zo heel goed. Dus dan zien jullie ook hier bij de poten, zien jullie een ei. Het is ook wel leuk om dat erin te doen. Dat was ik vergeten om te zeggen dat ik ook nog de ei moest. Maar goed, dan weten jullie dat nu. De vleugels zitten erop zoals jullie zien. De ei, de snavel, de ogen hier. En de poten, het ei, lichaam, hoofd. Met andere woorden, de pinguïn is klaar. Ik vind hem super leuk geworden. Ik hoop jullie ook. Nou ja, like en abonneer. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video weer. Later!